Ik ben ambassadeur omdat ze mij dat ooit gevraagd hadden, heel lang geleden. En ze zegt, nou, dat lijkt me leuk, ga ik doen. Ik vind het een goed initiatief en ik hoop dat het erin slaagt, zeg maar, dat het niet een eenmalige aangelegenheid is. Weet je, nu dit jaar wordt er ook heel veel poen ingepompt en er wordt heel veel promotie gedaan en er worden heel veel jongeren krijgen de kans om iets te doen. Ik denk dat het werkelijke ambassadeurschap eigenlijk moet gaan blijken na 2009. Zeg maar de jongeren die nu projecten doen met of dankzij Your World. Dat die vervolgens een ambassadeur worden van het project wat dan al is geweest. Ik denk dat dat de beste ambassadeurs zijn die je kunt voorstellen. Heel veel jongeren die zeggen altijd van dat ze iets willen bereiken of iets willen doen. Maar je moet ook echt beseffen dat je daarvoor dan ook heel veel voor moet doen. En dat betekent niet dat je van 9 tot 5 bezig bent. Maar dat betekent dat je 24 uur per dag bezig bent. Nou, omdat je zoveel tijd eraan moet besteden om ook echt vooruit te komen, zou ik zeggen, kies iets wat je leuk vindt. En niet iets wat je niet leuk vindt. Want alleen dan kun je het opbrengen om daar zoveel tijd in te steken. Dus weet je, gebruik deze tijd, gebruik Your World eigenlijk om te zoeken waar je werkelijke passie ligt. En ga vervolgens daarmee aan de slag.